De 100ste vestiging van het Van der Valk-concern wordt langs de A15 bij Tiel gebouwd. Een 60 meter hoge hoteltoren met binnenin vele tienduizenden nieuwe vierkante meters. Tiel krijgt een nieuwe horizon en een prachtig casino op de begane grond. Wat er spectaculair gaat uitzien. Veel bling-bling, maar wel met een finesse detail. En straks praten we met Annabel van der Valk wat er op de 16e etage allemaal gaat gebeuren. Las Vegas komt naar Tiel. Het hotelcasino is bijna klaar. En kosten nog moeite worden gespaard om het de meest exclusieve uitstraling te geven die je maar kan bedenken. Ja, we krijgen eigenlijk een beetje casino aan de Las Vegas in Gelderland. En dat wil zeggen, oog voor detail en finesse. En dat niets te gek is, blijkt wel. De ontwerper van het casino, dat is de architect Miguel Cancio. Is eigenlijk een Portugees, maar gehuisvest in Parijs met zijn bedrijf. Die eigenlijk ook bekend is van de Buda Bars en diverse bekende hotels door de wereld heeft hij gemaakt. Dus die heeft hier ook zijn stempel gedrukt. Miguel Cancio is een van de topontwerpers van dit moment. Tem uma pessoa que é o André, que é de origem portuguesa também, que é um artista, que agora está a fazer umas coisas em Lisboa, com a Câmara de Lisboa, que também tem boates, mas também é pintor, é art director, uma pessoa com muito, muito valor, um low profile extraordinário e uma capacidade de trabalho e de criatividade. Je moet het zien dat het is een beetje bling-bling, maar dan op de chique manier. En het is, Gert-Jan die verklaart wel eens met een lach hully-gully, met veel lampjes. Maar het gaat niet de kermiskant op, maar het wordt wel in ieder geval met klasse afgewerkt. En we zijn bezig met de laatste fase van de afbouw. Klaarmaken voor het schilderwerk en behangen. En zoals je ziet, verschillende onderaannemers zijn aan het werk. Mensen die pleisterwerk verrichten, mensen die tegelwerk verrichten. Laatste gipsmontage. 6 mei krijgen wij het tapijt. En 2 dagen later willen we op een proef gaan draaien. En minstens zo spectaculair als het Las Vegas Casino beneden wordt de bovenste verdieping van de hoteltoren langs de A15. We staan op de 16e verdieping in Van der Valk Hotel Tiel. Hier komt de mooiste skybar van Nederland. Als ik een tipje van de sluier mag geven, dan komen spectaculaire dingen uit het plafond. En natuurlijk veel licht, zodat iedereen van buitenaf kan zien dat hier een feestje is. Dus iedereen die moet zich hier thuis voelen en fijn voelen. En vandaar dat we inspelen op de behoeften van de doelgroep. Op zaterdag dan gaan we hier, hoeven we niet meer naar Utrecht, hoeven we niet meer naar Amsterdam. We kunnen gewoon lekker in Tiel blijven met z'n allen. Op zondag is de planning om bijvoorbeeld jazz en de week daarna lounge te doen. Maandag, dinsdag, woensdag, dan zijn we open voor als hotelbar. Ik ben zelf Tielenaar, dus ik ben zelf ook trots op deze stad. En ja, vanaf hier zie je gewoon heel de uitzicht en heel de stad. En intussen zijn de onderaannemers ook hard aan het werk om alles op tijd af te krijgen. Een megaklus. Alle bedrijven werken hand in hand samen om ervoor te zorgen dat dit de mooiste en meest bijzondere vestiging van Van der Valk zal worden. En dat de sfeer er goed in zit, dat zie je volgende week. We zijn hard aan het werk, maar we moeten op tijd af.